Hey, welkom iedereen in deze nieuwe video. En vandaag wil ik in deze video eens met jou bespreken over healing. Vooral het stukje van hoe dat ik mezelf geheeld heb. En dat wil ik niet zeggen dat ik niets meer te helen heb, want er is altijd een diepere laag waar je naar schaduwen en verborgen emoties mag gaan kijken en dus eigenlijk mag gaan healen op dat moment. Maar in deze video wil ik het vooral ook hebben over healing en waarom dat ik echt weet dat iedereen in staat is om zichzelf te helen. Misschien niet onmiddellijk, maar dat is wel hetgeen waar we naartoe gaan groeien. En dat is wel hetgeen waar dat we eigenlijk, wanneer allemaal vanuit een hoger bewustzijn gaan leven, allemaal toe in staat zullen zijn. Zelf ben ik een geboren healer. En... ik vind dat raar om te zeggen, maar healing is voor mij eigenlijk de normaalste zaak om te doen. Het ontstaat en het gaat als vanzelf. En hoe komt dat? Dat is omdat ik geboren ben met lichtcodes in mijn lichtlichaam, in mijn energieveld en mijn aura. Waardoor ik automatisch mensen heel genees wanneer dat ze bij mij zijn. En vaak ook heel bewust. Het is maar de laatste jaren dat ik me daar meer en meer van bewust van ben. Wanneer ik aan het helen ben of aan het transformeren ben, omdat ik dan bijvoorbeeld heel hard ga beginnen geven. En wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt onder andere wanneer dat ze in mijn energieveld vertoeven. Dus mensen die in mijn omgeving zijn. En mijn energieveld strekt zich nog heel ver uit. Dus dat betekent dat ik ook heel veel mensen tegelijkertijd heel. Maar dat betekent niet dat ik geen mensen heel of die transformatie niet gebeurt of die activatie van lichtcodes. Want dat is soms ook door het feit dat er, moet ik gaan zeggen, dat de code van de oplossing wat jij bijvoorbeeld nodig hebt, als dit aanwezig is in mijn energieveld, dan gaat dat bij jou ook een soort van code triggeren, activeren in jouw energieveld. Waardoor dat jij in staat gaat zijn om oplossingen te gaan zien, oplossingen plots te gaan weten. Dus er gebeurt heel veel op onbewust niveau, op 5D en hoger niveau, op vlak van healing en genezing. Dus dat betekent ook dat we niet per se fysiek bij elkaar hoeven te zijn om te healen. Dus healing gebeurt op 5D niveau, op het fijnstoffelijke niveau. Op dat niveau, op het niveau van de hogere energieën, gebeurt er zoveel dat we eigenlijk met onze gedachten, onze mind, niet altijd kunnen begrijpen. En dat maakt het nog moeilijk voor heel veel mensen, omdat ze alles proberen te begrijpen vanuit de mind, vanuit het ego. Maar net dat is eigenlijk iets wat we meer en meer gaan leren om dat los te laten. En eerlijk gezegd hoeven we ook niet alles te begrijpen. Het is veel belangrijker dat je vertrouwt op de dingen die je niet begrijpt, maar waarvan je uiteindelijk wat resultaat gaat zien in je realiteit. En dat daar gaat helen, genezen, eigenlijk ook een stukje om. Omdat helen is eigenlijk jouw buitenwereld veranderen door jouw binnenwereld te veranderen. En dat is één van de wetten van het universum, namelijk de wet van correspondentie. Of je zou het ook de wet van afstemming kunnen noemen. Want dat is de wet dat ervoor zorgt dat wanneer dat jij jouw binnenwereld verandert, je binnenwereld zuiverder maakt en dus meer een lijn brengt met je ziel en dus een hogere trilling gaat gaan creëren bij jezelf, dat je automatisch ook in je buitenwereld je dromen gaat gaan aantrekken. In die zin dat je de dromen gaat gaan aantrekken of de situaties gaat gaan aantrekken die op hetzelfde niveau trillen, hetzelfde energie hebben als wat dat jij hebt. Dat maakt dan dat je bijvoorbeeld ook andere mensen gaat gaan aantrekken, dat je om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven, het was een droom om te leren paardrijden. Maar wanneer dat je niemand kent die in de wereld van de paarden zit, als ik het zo mag noemen, dan is die stap of het stuk tussen het verwezenlijken van je droom en waar je nu bent, is een stuk groter dan wanneer je daar bijvoorbeeld opgegroeid bent op een manege. Dan zou je die droom misschien waarschijnlijk niet gehad hebben, maar zou je dat ondertussen wel kunnen. Maar om maar een voorbeeld te geven, hoe dat het werkt om iets dichter bij te brengen, om je droom eigenlijk meer in werkelijkheid te gaan brengen. En dat is hetgeen wat die wet doet. Dus je gaat automatisch een hogere trilling aannemen, gaan groeien naar een hogere trilling,
waardoor je automatisch de situaties aantrekt, waardoor je jouw dromen gaat kunnen gaan verwezenlijken. En dat is hetgeen wat ze ook zeggen van zo boven, zo beneden. Om uit te leggen dat hoe meer je afstemt en werkt vanuit die hogere energieën, waaronder dus de energieën in 5D en hoger, hoe meer dat je ook in je wereld, in de 3D-wereld, tekenen en signalen zal zien die tonen wat dat leven vanuit de hoger bewustzijn betekent. En die ook gaan tonen van, oké, mijn dromen, mijn verlangens, die komen een stukje dichterbij. En dat is uiteindelijk ook het ontwaken eigenlijk. Want het ontwaken is een pad, een proces waarbij dat we naar binnen gaan. En onderweg ga je obstakels en uitdagingen tegenkomen. En waarom? En dat is net eigenlijk het universum die volgens de wetten van het universum jou brengt wat je mag opruimen om vervolgens te ontvangen wat je van het universum hebt gevraagd. Dus het universum gaat niet zomaar je verlangens brengen, gaat niet zomaar van de ene dag op de andere dag of van de ene minuut op de andere minuut jouw dromen brengen. Ja, normaal gezien werkt het wel zo. Normaal gezien is het zo, vragen en het wordt gegeven. Maar door verschillende levensgeen, door karma heen, door het feit dat we nog lessen moeten te leren hebben, brengt het universum hetgene wat dat jij mag doen om de weg vrij te maken om, om jouw droom eigenlijk te gaan, gaan ontvangen. Ik ben eens aan het kijken wat ik nog allemaal wil zeggen. Ik heb het natuurlijk allemaal opgeschreven, zodat ik niet te ver uitweek. en de video ook niet te lang wordt natuurlijk. Dus de bedoeling is dat je eigenlijk je weg vrij maakt. En daar gaat ook het een stukje healing over. Dat je ervoor zorgt dat je beperkende overtuigingen, kwetsuren, je trauma's, dus waardoor je niet meer volledig open staat om te ontvangen, niet meer open bent met een volledig open hart om te ontvangen, dat je dat allemaal gaat gaan helen zodanig dat je kan ontvangen wat je eigenlijk wenst. Want we hebben allerlei voorwaarden vastgezet aan die droom of aan dat verlangen. We hebben zelfs criteria en ideeën over hoe dat iets zou moeten manifesteren of hoe dat zich iets zou moeten tonen in de realiteit. Maar net dat zorgt ervoor dat we eigenlijk onszelf in de weg zitten. Dat zorgt ervoor dat we niet ontvangen wat we eigenlijk zouden mogen of kunnen ontvangen. En om eigenlijk jezelf neer te zetten vanuit de essentie en vanuit de energie die je werkelijk bent. We wikken en we wegen nog veel te veel de woorden. We wikken en wegen nog veel te veel van hoe dat we ons gaan gedragen. In plaats van af te stemmen vanuit ons hart en actie te ondernemen vanuit onze intuïtie en ons hart. En dat doet er mij aan denken, mocht je nog niet de video hebben gekeken waarin dat ik bespreek over de verschuiving van het ego-gestuurd bewustzijn naar een hartgedragen bewustzijn, daar raad ik jou zeker aan om dat ook te doen. Want het pad van bewustwording bewandelen gaat ook over die verschuiving. Het gaat niet alleen over het verschuiven van het ego naar het hartgedragen bewustzijn, het gaat ook over het balanceren van de mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf. En dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom dat ik die tarotreadingen doe, met betrekking tot die goddelijke energie. Omdat het ook een stukje vertaalt over waar je in jezelf mee bezig bent. Waar dat de mannelijke energie en de vrouwelijke energie in jezelf nu staat. Wat dat de lessen zijn die nu komen. Dus je ziet, bewust worden is zoveel meer dan gewoon maar aan de slag gaan met je gedachten. Het is leren over transformatiekracht. Waar dat je gedachten mee voor gebruikt. Maar het is ook ontdekken van je eigen healingskracht. En uiteindelijk het ontwaken van in het eenheidsbewustzijn en van daaruit gaan leven. En ik kan natuurlijk niet alles uitleggen in deze video, omdat deze video voornamelijk gaat over healing en over hoe je jezelf kan healen. Maar omdat het pas kan, naarmate dat je meer en meer leeft vanuit het eenheidsbewustzijn, kan ik eigenlijk niet anders dan hier even bij stil te staan. En dat is ook de reden waarom ik onder andere een e-book geschreven of aan het schrijven ben over de integratie van het eenheidsbewustzijn. Want daar kan ik dan lekker uitgebreid zijn en je ook nog wat meer tools meegeven om jezelf te healen. Want daar gaan dus onder andere healing meegegeven worden via video of audio. En ook verschillende visualisaties en technieken om jezelf te healen. Want ik weet dat iedereen in staat is, elke ziel is in staat om zichzelf te healen. Denk maar aan het zelfregulerend vermogen van je lichaam. En het mooiste voorbeeld daarvan kan je zien in de natuur. Denk maar aan een verlaten gebouw ergens. Je hebt het wel echt het wel eens gezien, al is het maar alleen in een film of zo. Maar de natuur neemt na verloop van tijd alles weer over. Je gaat zien dat de natuur
begint te groeien door de muren, de stenen worden kapot. Waardoor je eigenlijk na verloop van tijd geen gebouw meer zal zien staan. De natuur heeft alles weer overwoekerd en heeft alles weer in zichzelf opgenomen, zou ik eigenlijk zelfs willen zeggen. En zo werd eigenlijk ook een stukje jouw healing, jouw zelfregulerend vermogen. Want wanneer je bewuster wordt, ga je ook in staat zijn om jezelf te healen. Om blokkades te doorbreken, om energie weer op punt te brengen, te optimaliseren. Om je chakrasysteem uit te lijnen en te optimaliseren. Om je grondingskoorden aan te passen. Om verkeerde programmeringen te resetten. Kortom, eigenlijk om jezelf opnieuw te programmeren met de nieuwe geloof of overtuiging volgens jouw nieuwe energie, maar die in lijn zijn met jouw ziel. En niet meer zoals dat ze opgelegd zijn vanuit de maatschappij of zoals je geleerd hebt doorheen je opvoeding en doorheen het volwassen worden. Maar dus naarmate dat je meer en meer vanuit een multidimensioneel bewustzijn leeft, wat het eigenlijk het enige bewustzijn of het christisch bewustzijn is, dan kan je contact gaan maken met je multidimensionale zijn. Om van daaruit eigenlijk je 3D-lichaam te gaan helen, te gronden, te ondersteunen. En een mooie zal het niet zijn wanneer dat uiteindelijk de 5D-wereld echt geankerd is op aarde en al de mensen in dat 5D-bewustzijn gaan leven, dat je uiteindelijk geen dokters meer zal nodig hebben. Want iedereen zal weten hoe dat hij zichzelf kan genezen. En de farmaceutische industrie zal uiteindelijk ook niet langer meer invloed hebben op onze kracht. En onze energie ook niet meer gaan bedotten, gaan kapot maken door het gebruik van chemische middelen. Let op, hiermee pleit ik niet om alle medicatie af te zweren en vraag ik niet om niet meer naar je dokter te gaan. Dat zeker niet. Als je twijfelt, moet je zeker gaan. Maar wat ik je wel attent wil opmaken en vooral bewust wil rondmaken, is dat je altijd de keuze hebt. Bijvoorbeeld zelf maak ik of gebruik ik ongeveer 3 of misschien zelfs ondertussen 4 jaar geen medicatie meer. En eigenlijk is het gewoon gekomen omdat mijn lichaam telkens ook aangaf dat ik niet in staat was om die geneesmiddelen te verwerken. Ik had altijd wel een heleboel bijwerkingen en ik werd eigenlijk nog zieker door het gebruik van die medicaties en geneesmiddelen dan hetgeen wat ik uiteindelijk maar had. Wat voor mij eigenlijk het teken was dat er iets niet klopte. En eigenlijk door de zoektocht dan ben ik, en ook het stukje door het weg van mezelf te gaan, door bewustwording, ben ik in contact gekomen met aromatherapie, met kruiden. Nu, ik had al altijd een fascinatie voor de natuurlijke geneesmiddelen, maar dat terzijde. En sindsdien ondersteun ik eigenlijk mijn lichaam, en dat van mijn gezin ook, met de kracht van de natuur. Want als ik eerlijk ben, de laatste jaren, de ene reden waarom ik nog met mijn kinderen naar de dokter ging, was voor een doktersbriefje voor school. Omdat ze afwezig waren, dat was het enige. Maar ook dat is op dit moment niet meer nodig, gezien dat mijn kinderen ondertussen huisonderwijs kregen. Maar ja, daar gaat deze video nu niet over. Maar om gewoon maar aan te geven dat alles een keuze is. En hoe meer je naar je lichaam gaat luisteren, hoe beter dat je zal weten wat je lichaam nodig hebt en wat je lichaam wel of niet kan verdragen. Zo kan ik bijvoorbeeld geen fruit verdragen. En ben ik daardoor ongezond bezig? Nee. Want wanneer ik vooral zuidersfruit ga eten, dan belast ik mijn lichaam meer. Want mijn lichaam is niet in staat om dat te verwerken. En dat heeft te maken ook met mijn afkomst. Maar, en dan bedoel ik mijn afkomst vanuit een ander sterrenstelsel. Maar bijvoorbeeld appel en peren van hier kan ik wel gaan eten zonder lichamelijke klachten. Maar ik moet bijvoorbeeld dus geen ananas, banaan, sinaasappelen, al van die citrusvruchten gaan eten. Omdat mijn lichaam gaat protesteren letterlijk met maag- en darmklachten. Dus en hoe meer dat je, waarom vertel ik dat nu? Hoe meer dat je eigenlijk meer vanuit de hoger bewustzijn gaat leven, hoe meer je contact maakt met je ziel en gaat ontdekken wie je werkelijk bent, van waar je afkomstig bent, wat je hier te doen hebt, hoe meer je eigenlijk dus die essentie die je bent gaat gaan omarmen, hoe meer je in staat gaat zijn om jezelf te gaan healen. En ja, ik weet dat mensen tot heel veel in staat zijn en zelfs tot miraculeuze healingen en zelfs zaken waar de huidige wetenschap nog niet kan bewijzen. Dat is allemaal mogelijk. Maar we hebben
nog een hele weg te lopen en een hele weg te wandelen op dat vlak. Heel veel bewustwording moet nog groeien, moet nog in het collectieve bewustzijn komen en dan pas gaan we allemaal in staat zijn om onszelf te gaan healen. Zeker wanneer je gebruikt jouw transformatiekracht, of wanneer je leert jouw grote transformatiekracht beter te gebruiken, dus via jouw gedachten, en wanneer je ontwaakt en jezelf daar meer en meer bewust over zal worden, ga je ook in staat zijn om jezelf te healen. Dat weet ik gewoon, daar ben ik 100% zeker van. Want uiteindelijk zijn we allemaal dezelfde energie. We zijn allemaal afkomstig van dezelfde bron. We zijn enkel allemaal een andere uitdrukking. Allemaal met een ander talent. Maar we hebben allemaal dezelfde krachten en allemaal dezelfde talenten. En dat lijkt me wat tegenstrijdig, want uiteindelijk hebben we elk specifieke talent, maar uiteindelijk in wezen zit de potentie voor al die talenten in jou aanwezig. Het is aan jou om te kiezen wat je nu doet. En het enige wat je hoeft te doen, is eigenlijk die weg naar binnen te bewandelen. Dus als jij wilt leren om jezelf te gaan healen, dan is het belangrijk dat je groeit naar dat eenheidsbewustzijn, dat je groeit en werkt aan jezelf. En eigenlijk alle obstakels en uitdagingen die het universum op je pad brengt, dat jij daarmee aan de slag gaat. En wil je daar hulp of ondersteuning bij? Weet dan dat er ook mensen zijn, zoals ikzelf, die het pad al een tijdje bewandelen. Die weten waar ze mee bezig zijn. We kijken onze schaduwen aan. We weten wat het is om in het donkere te wandelen en te weten waar je gaat terechtkomen. We weten waar dat de valkuilen liggen. We weten waar dat de zware bergen zijn. De beperking, hoe dat voelt om die bergbeklimming soms alleen te doen. We weten hoe dat voelt om door die donkere nacht van de ziel te gaan. Je staat er niet alleen voor. En het zijn de wijze zielen die beseffen dat je met samenwerken verder komt dan alleen. En ja, ik heb heel veel ook zelf alleen uitgezocht, maar ik heb ook heel veel geleerd van andere mensen die al een stukje op dat pad aan het wandelen waren. Maar ook daar heb ik altijd mijn eigen intuïtie en mijn eigen hart gevolgd en ook weer de mensen losgelaten wanneer ik voelde dat het tijd was om die mensen los te laten. En dat is ook iets wat ik voor jezelf ook als advies wil en kan geven. Blijf gewoon altijd naar je eigen intuïtie luisteren. En blijf niet angstvallig vastklampen aan één iemand om te blijven volgen. Volg daarin gewoon je intuïtie en gevoel. En op het moment dat je ziel de lessen geleerd heeft of de informatie opgenomen heeft dat je bij die persoon kan vinden, dan zou je weten en voelen dat je er verder mag gaan. Hieronder de video kan je zien op welke manier ik jou op weg kan zetten. Misschien heb je nood aan een quantum healing om blokkades te transformeren op een reeds mentaal, emotioneel of fysiek niveau. Of misschien heb je gewoon nood aan inzicht via reading of een channeling. Dat kan allemaal. Kijk gewoon in de linkjes hieronder. Stuur me een mail. Contacteer me via de webpagina op mijn website. Contactpagina op mijn website. maakt niet uit. Contacteer me en dan, of kijk op de website als je meer wil weten. En dan zien we of ontmoeten we elkaar. Via een van mijn diensten, of zie ik je gewoon terug in mijn video. Tot de volgende! Daag!